Sarah van Buren heeft meegedaan aan de zesde editie van de Young Lady Business Academy. Ze noemt zichzelf een feminist en een klimaatactivist. Sarah, welkom. Dank je. Hi, leuk, leuk om je, hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Zeker. Je noemt jezelf een klimaatactivist. Sinds wanneer? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk. Dat, ik heb er best wel lang over gedaan voordat ik mezelf echt die stempel gaf. Mm -hmm. Omdat ik dacht, oh ja, ik moet heel veel dingen doen. Ik moet echt veel protesteren. Ik moet me aansluiten bij actiegroepen. Om mezelf klimaatactivist te noemen. Oh ja, is dat zo'n. Uh... Ja, het is best. Het is echt een ja? wereld. Activistenwereld. Dat is ja, dat is echt wel een aparte wereld om, om in te stappen eigenlijk. Maar op een gegeven moment ben ik daar een beetje van afgegaan omdat ik dacht, ja maar ik ben klimaatactivist. Ik strijd ergens voor. Ik zeg bepaalde dingen. Ik, ik ben aan het schoppen tegen een systeem. Ja. En um, ik ga eigenlijk weg van het hele scenario van business as usual. Want ik vind dat het anders kan. En dat was wel het moment waarop ik dacht, volgens mij ben ik gewoon een klimaatactivist. Hoe oud was je toen, toen je dat uh, dacht? 22. Hoe oud ben je nu? 25. Oh, Oké, okay. ja. dus drie jaartjes uh, noem je jezelf een, uh, ja, een klimaatactivist. Ja. En waar komt dat vandaan? Uit je omgeving? Totaal ook, uh, niet. Nee? nee? Nee, ik kom niet uit een activistische omgeving. Nee, kun je, dat je, vertellen uh, waar je bent vertellen waar je bent opgegroeid? Ja, ik ben opgegroeid in Uiderkerk in IJssel. Het is een klein dorp vlakbij Rotterdam. En uh, heel gereformeerd, christelijk, conservatief, ja. tenminste niet per se vanuit huis, maar wel de omgeving. Dus activisme was echt not dan eigenlijk. En hoe reageerde je dan je ouders bijvoorbeeld? op dat je jezelf klimaatactivisten noemde? Nou, dat snapten ze wel. Maar op een gegeven moment uh, was ik met Extinction Rebellion Nederland, waren we in Amsterdam. En dat was de eerste grote. Dat? Extinction Rebellion is een actiegroep, een klimaat- of een natuuractiegroep. Mm -hmm. En dat komt vanuit, uh, vanuit Londen is dat gekomen. En wat zij doen is eigenlijk een um, hele klassieke vorm van activisme, dus burgerlijke ongehoorzaamheid. Okay. En daarbij blokkeren ze wegen, blokkeren ze bepaalde um, plekken. En gaan ze daar eigenlijk zitten, bivakeren ze daar om aandacht te vragen voor het klimaat. En dat doen ze op hele creatieve manieren, hè? maar het is wel disruptief. En in ja. Nederland kennen we natuurlijk wel activisme in de vorm van protesten. We hebben natuurlijk Greenpeace uh, op het gebied van milieu, wat hier al wel mee bezig is. Maar nog nooit eerder was er eigenlijk zo'n actiegroep die zei, wij gaan een week lang voor het Rijksmuseum de weg daar blokkeren. En we gaan daar eigenlijk een soort tentenkamp ja. op, op uh, zetten om aandacht te vragen hiervoor. En um, nou, ik stond daar ochtends vroeg om vier uur met uh, allemaal mensen die ik helemaal niet kende. Ik was helemaal eigenlijk soort alleen. Je gaat wel van tevoren naar actiebriefings, dus je weet wat je verwacht. Mm -hmm. En ik zat daar en ik voelde zoveel emotie. En het was zo vet. En ik dacht echt, dit is waar ik hoor. En toen belde ik mijn ouders van, we zijn op het nieuws. Heb je het allemaal al gezien? En uh, ja, als ik gearresteerd word, dan uh, komt het wel goed. Maar dan hoor je morgen weer van me. En uh, toen zei mijn moeder van... Ja, oké. Okay, nou ja, voor ons vinden we dit een beetje, is het een beetje onnodig dat je dit op deze manier doet. En dat was heel pittig, want activisme vraagt heel veel van je. Het is mentaal best wel een uh, uitputtende strijd. Als je bezig bent natuurlijk ook met het klimaat, is dat een onderwerp wat heel groot is. Mm -hmm. En veel weerstand krijg je natuurlijk ook. Je krijgt ontzettend veel weerstand. Ik bedoel, uh, als je daar staat, hoeveel mensen je wel niet een beetje uitschelden. Dat is echt ja? niet leuk. Nee, dat is, echt, dat is echt wel heel heftig. Hoe reageer jij dan als dat gebeurt? Je blijft heel rustig. Dat is alles wat je kan doen. Je, je, kan je, er niet doen. Tegen, je kan er niet tegen ingaan. Want daarmee bereik je niemand. En ik denk ook die momenten dat je mensen naar je toe komen van wat doe jij? Want hierdoor kan ik niet naar mijn werk. Dat is 80%, maar die 20% wanneer mensen naar je toe komen van dankjewel dat jij dit doet voor mijn kinderen, ja, daar doe je het voor. Was 22 toen je dat eigenlijk ging uitspreken en die stempel uh, op yeah. jezelf uh, ging drukken. Daarvoor, wat wilde je daarvoor worden? Daar heb ik heel lang over nagedacht wat ik wilde doen, omdat ik heel erg geloof in effectief omgaan met je krachten en je skills. En toen ik jong, of tenminste jong, ik was altijd wel bezig met het klimaat, maar op een gegeven moment liet mijn vader een IPCC-rapport lezen. En dat is het International Panel on Climate Change-rapport. Mm -hmm. En daarin stond zoveel waar ik heel erg van schrok. Dat ik echt zo zat van waarom doet niemand hier iets mee? Okay. En dat was het moment waarop ik dacht ik wil hier verder mee gaan. Ik wil strijden voor die groenere, betere wereld. Want er is zoveel kennis en er zijn zoveel creatieve oplossingen. Waarom doen we daar niks mee? En eigenlijk ben ik op mijn 21ste ongeveer, ben ik gewoon echt wakker geworden, s ochtends, dat ik dacht weet je wat ik ga worden? Directeur van Greenpeace. Ja. Yeah. En dat is aan de hand van een, uh, van een interview wat ik heb gezien van de internationale directeur van Greenpeace. En zij stond voor een zaal met um, ja, allemaal mannen in de 50, wit, grijze pakken. En zij stond die hele klimaatcrisis daar uit te leggen. Mm -hmm. En dat deze op zo'n toegankelijke manier, dat ik dacht: ja, maar dat wil ik ook doen, want ik weet dat ik dat kan. Um, ik heb sowieso een stage gelopen na het winnen van de Academy. Dat was wel heel bijzonder. Want ik had Academy gewonnen als klimaatactiviste. Wat yeah. al heel bijzonder was dat ik dacht, hè. Huh? En toen werd ik gebeld door Anna Schoenmakers. En dat is de huidige directeur van Greenpeace Nederland. En ze zei, nou, gefeliciteerd. En ik dacht echt, holy shit. Ik heb echt zeg maar, ik heb iemand aan de telefoon die op de positie zit waar ik terecht wil komen. En ik yeah. kijk zo naar haar op en zei ze kom je langs op het kantoor, toen ben ik langs gegaan op het kantoor. toen heb ik stage gelopen bij Klimpies Nederland, toen heb ik mijn uh, scriptie daar ook geschreven. hoe was dat uh, stage lopen? ja heel vet. ja. ja ik kwam daar ook dat kantoor binnen en dat is een actiemuseum eigenlijk mm -hmm. en dat was echt ik dacht dit is het, hier wil ik zijn en hier hoor ik thuis. en na die stage heb ik echt nog heel veel vette dingen gedaan lobbytraining, ik heb nog een keer gesproken op een major donor event op de Rainbow uh, Warrior wat echt hun meest bekende Significante schip is eigenlijk van uh, de Greenpeace Float. Okay. En eigenlijk dacht ik van oh, dit gaat wel goed. En ik kom vanzelf nu wel, zeg maar, binnen die organisatie aan de bak. Yeah. En dat viel best wel tegen, want ik heb heel veel gesolliciteerd, maar heel veel afgewezen. Mm -hmm. um, en dat was best wel nou ja, demotiverend. Omdat ik zat van hu, hey, maar ik wilde dit toch? En ik heb dit duidelijk gearticuleerd en gecommuniceerd. En, uh, ik heb stage gelopen en ik heb mezelf bewezen. Heel veel achter dingen aangegaan. Mensen gecontact binnen die organisatie van... hé, hey, ik heb een idee voor dit project. Zou dit wat zijn? Ja. En dat viel best wel tegen. En uiteindelijk ben ik iets heel anders gaan doen. Ik ben nu freelancer, dus ik ben voor mezelf begonnen. Ik zag het, jij hebt je ingeschreven bij de KVK. Ja, maar mijn eerste opdracht is voor Greenpeace Nederland. Dus nu werk ik als freelancer voor Greenpeace Nederland... En toen zeiden ze ook uh, van de week: sprak collega's en die zeiden van. Uh, ja, nog steeds zonde dat we jou hebben laten gaan, maar zo blij dat je weer terug bent. En um, toen dat zeiden doel ze. Zo hou je wel voor ogen. Absoluut. Dat is jouw doel. Ja, en toen zeiden ze ook: wat als Greenpeace nu met een aanbod komt? En toen zei ik: ik ben zoveel afgewezen door Greenpeace, maar ik ben er nog steeds. Maar als ze nu met een aanbod komen, moet het heel goed zijn, want anders zeg ik nee. Ik okay, weet wel van nadenken. Ja, ja, omdat het me ook heel erg bevalt nu wel: dit freelancen, want ik ben helemaal. Je wilt natuurlijk ook, ook wat bereiken voor het klimaat. Je wilt strijden ja. voor een beter klimaat. En nou, Greenpeace is het adres om dat te doen. Maar bijvoorbeeld, waarom geen, Waarom wil je uh, niet werken bij Shell of bij KLM om daar die klimaatmentaliteit te veranderen, bij wijze van spreken? Hele goede vraag. Ja, ik denk dat dat rauwe randje. Wat activisme heeft, wat een Greenpeace heeft, dat out of the box denken, dat echt de straat op gaan, uh, in een rubber bootje stappen om echt te strijden tegen die grootmachten, dat ik dat heel erg zou missen. Bij Shell natuurlijk kan je heel veel bereiken intern, maar dat gaat ook vaak heel erg langzaam. Want ik heb ook met uh, de board van PwC aan tafel gezeten, samen met Greenpeace. En wat je ziet is dat de board, dat zijn allemaal idealisten. Die, die gaan helemaal mee in je verhaal. Maar uiteindelijk strandt dat eigenlijk al, die laag daaronder, bij alle afdelingshoofden. En je ziet dat dat niet verder doorcijpelt naar de rest van de organisatie. Okay. Dus als ik daar binnen zou stappen, je, komt, je, je krijgt zoveel weerstand. En dan gaat de verandering daar gaat heel langzaam. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel steeds sneller, omdat ze moeten. Maar ik ben dan veel liever de persoon die van buitenaf komt. Met een partij zoals Greenpeace, Milieudefensie, Extinction Rebellion. Dat en die spannen. gaat trekken. Ja. En die zegt: Dit is hoe het zit. Dit is wat jullie anders kunnen doen. Okay. Omdat ik denk dat ik, dat ik op die manier met mijn skills ook veel meer teweeg kan maken. brengen. Oké, okay, dat is eigenlijk. En je zegt ook je hebt uh, een stage te danken aan een Young Lady Business Academy. Ja. Wat heeft het jou nog meer gebracht? Nou, ik denk dus heel concreet eigenlijk dit, dus dat ik bij Klimpies Nederland uh, terecht ben gekomen. Maar het heeft me vooral een heel groot netwerk gebracht aan young ladies met allemaal dromen en ambities, waar ik heel veel inspiratie uit haal. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik binnen die klimaatwereld Um, een heel groot netwerk heb gekregen. Want iedereen weet ineens dat ik dat meisje ben. <laughs> of die, die vrouw. Ja. Ja. Die heeft gezegd: Ik wil directeur van uh, Greenpeace worden. Ja. En dat is een hele leuke, een hele goede binnenkomer eigenlijk. Want ja. veel mensen je verhaal via, via toch al hebben uh, gehoord. Ja, en, en voelde je in eerste instantie een drempel om je aan te melden voor de Academy? Ja, het is Business Academy. Ik ben klimaatactiviste. Dus ik had eigenlijk zoiets van: Wat ga ik hier doen. Alleen, de drijf was wel van ik heb heel veel ambitie en ik heb heel veel visie. En ik wil dat wel naar een hoger level tillen. En misschien kan ik dat hier doen, samen met Elske, samen met deze young ladies. En was die drempel terecht? Ja en nee. Oké. Okay. Vertel. Nee, omdat er heel veel ruimte is voor alle soorten en dromen en ambities. Maar ja, ook omdat ik wel heel erg merkte dat ik het lastig vond om mezelf te navigeren tussen allemaal young ladies die bijvoorbeeld heel erg corporate mm -hmm. uh, georiënteerd waren. Ik vecht tegen de corporate wereld. En ineens zit je daar midden, middenin, zeg maar. Yeah. Dus dat was wel dat ik dacht: ik snap heel erg goed dat mensen dit niet zomaar. Echt een uitdaging. Zomaar, zomaar zouden doen. Ja. ja. En dat dit voor jonge vrouwen, die nog best wel zoekende zijn, is dat best wel intens, best wel heftig. Je krijgt veel weerstand. Ik heb ook uh, masterklassen gegeven uh, aan de Academy. Nou, er komen echt wel een paar wijden naar je toe die zeggen: Nou, ik ben het echt totaal niet met jou eens. En dan moet je echt heel goed weten waar jij voor staat en hoe jij, uh, hoe jij dingen verwoordt. Door die Academy kun je dus wel het gesprek aangaan met ja. die meiden. En ik denk ook wel dat dat is wat je wil: ja. het gesprek aangaan en mensen mee krijgen in jouw verhaal. Zeker, en ook vooral die brug slaan ja. tussen uh, verschillende partijen. Um, ik heb een meisje, wat nu ook een vriendin is uh, van mij. En zij is echt een stuk jonger. En zij kwam naar mij toe en ze zegt: Ik stem superrechts, mm -hmm. jij bent super links. Ik wil met jou een gesprek. En ze was het totaal niet met mij eens. Maar een heel goed gesprek gehad. En uiteindelijk pas stuur ze ook een berichtje van. Ik denk niet dat jij beseft. hoe goed jij met verschillende partijen aan tafel kan zitten. en bruggen kan slaan. Omdat het niet iedereen zijn eigen argument aan het. iedereen, iedereen heeft een argument, heeft een verhaal. Ik heb verhaal A, jij hebt verhaal B. Maar als ik met jou praat, komen we samen tot C. Ja. En dat is eigenlijk de klassieke retoriek. Maar daar zijn we voor volledig aan voorbij aan het gaan. Want het is altijd maar, mijn verhaal klopt en dit is wat we gaan twee doen. hokjes, twee hokjes. En ja, en strijden tegen elkaar. Het is wel een goede competentie om te hebben als je directeur wil worden van Greenpeace. Dat denk ik zeker. Wat is de volgende stap? <laughs> nou, ik ben dus... Nou ja, freelancer. Freelancer. Ja. En uh, nu een hele gave opdracht in landbouw, rondom landbouwbeweging uh, en uh, voedselsystemen. Dus dat is helemaal mijn ding. En ik ben heel veel aan het netwerken en op zoek naar volgende opdrachten. Um, maar de volgende stap is wel ook om nog naar Canada te gaan. Een vliegtuig? Uh, ja, ja. Als, iemand, als iemand nog iets weet, nog een celboot. Ja. Uh, <laughs> nog een celboot. Nee, uh, <laughs> bij mee. Uh, <laughs> Die, Nemen, kan ook. Nee, maar ik ben ook wel aan het kijken van bijvoorbeeld als ik naar New York vlieg, dat mm -hmm. kost dan minder uitstoot en dan kan ik vanaf daar misschien met de trein, dan kan ik ook met de trein naar Toronto en vanaf Toronto ja. kan ik naar Vancouver. Dus ik ben aan het puzzelen om te kijken hoe ik het zo, ja, zo min mogelijk uh, kan uitstoten. Maar de volgende stap is wel echt naar Canada gaan en daar, uh, en daar weer verder leren. En vooral leren over campagne voeren en meer strategische stappen leren zetten. Mooi. Tot slot. Wat wil je toekomstige young ladies nog meegeven? Droom groot. Durf groot te dromen. Maar voordat je groot gaat dromen, daag jezelf uit om stappen te zetten om actie, echt, echt actie te gaan ondernemen. Want dat is vaak hetgene wat uitblijft. Dat staat niet los van elkaar. Dat zijn duidelijke teksten. Sara, dankjewel. Ik ga je volgen. Heel veel succes. Jou ook. Dankjewel. En, uh, ja, tot snel. <laughs> Dank u voor het kijken en tot de volgende keer. Thank you.